Hey mensen van Jacinta, ik ben Jacinta en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag mijn kersttrui aangedaan omdat het bijna kerst is. En vandaag ga ik een video voor jullie opnemen waarbij ik alle smaken van Doritos ga proeven die ik voor jullie kon vinden. En dit zijn dan alle smaken. Het is voornamelijk Doritos, maar er zijn ook huismerken bij. Mijn idee is om het op een apart schaaltje te doen met een papiertje erbij welke smaak het is. Dan doe ik deze blinddoek op en moet ik dus raden welke smaak op welk schaaltje ligt. En om het nog moeilijker voor mezelf te maken heb ik van sommige smaken ook het huismerk gekocht. Dus dan moet ik ook nog aangeven of het de neppe is of de echte. Maar ik heb best wel honger, dus laten we beginnen met de video. Ik heb alles klaargezet en ik heb ook even melk gepakt, zodat ik na elk chipje even wat kan drinken, zodat de smaak weer een beetje neutraal wordt. Ik heb ook hier een kladpapier en hierop ga ik schrijven nou, de eerste en welke smaak ik denk dat het is, zodat ik wel onthoud van welke wat zou kunnen zijn. Daar doe ik nu mijn blinddoek op en mijn moeder die gaat de chipjes even verwisselen, zodat ik niet weet welke waar ligt. Ik heb nu echt geen idee welke waar ligt, dus ik ga het nu gewoon proberen. Ja, dit is de eerste. Even kijken hoor. Is maar dit kaartje erbij. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Deze is best wel knapperig. Dus ik denk dat het een huismerk is. Dat schrijf ik eerst even op. En dan denk ik dat het de huismerk Naturel is. Ik heb echt geen idee, maar hij is een beetje maisig en best wel knapperig. Dus ja, huismerk Naturel denk ik. Dan gaan we door naar de volgende. Oh. Kijk hoor. Als het goed is, hoort dit bij elkaar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik hoop het wel. Oh, deze is best wel lekker. Dit is sowieso geen huismerk. Want hij heeft best wel veel smaak. Ik denk... Oh, dit is moeilijk. Ik denk dat het de paarse zak is van Doritos. Dat weet ik niet zeker. Ja. Oh, ik zou er nog wel eentje willen proeven voor de zekerheid. Maar ik heb maar zo'n klein stukje. Dus het is sowieso geen huismerk, nummer 2. Ja, ik denk dan dat het... die pure paprika of zo is. Die paprika van Doritos, denk ik. Volgens mij is dat een paarse zak. Ik weet niet zeker, ik schrijf het er gewoon bij. Maar deze vind ik zelf best wel lekker. En ik weet zeker dat het geen huismerk is. Dus ik denk dan dat het deze zou zijn. Oh shit. Ja, hier ligt er nog één. Nu heb ik deze. Oh, ik denk dat het geen huismerk is, maar wel van Doritos, maar het heeft niet echt een hele sterke smaak. Ja, het is echt geen huismerk. Dit is nummer 3 alweer. Maar er zit wel echt een smaak aan. Alleen hij is niet super sterk of heftig, dus ik denk dat het een lichtblauwe is. Ik doe het gewoon. Ik weet niet meer hoe die heet. Volgens mij iets met... Cool nog wat. Dus ik schrijf gewoon cool puntje, puntje, puntje op. Oh, dat is echt lastig. Oh shit, mijn melk. Oh, ik ga ook even weer wat melk drinken. Moet ik ook straks niet gaan omgooien. Dit is de volgende dan. Ja, het is echt heel lastig om het goed in beeld te krijgen. Dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen lezen.
deze is echt zo lekker. Ik denk dat het sizzling salsa is, die smaak A. En dat is dan die groene zak. Gewoon, omdat, ja, ik vind hem best lekker. En het is sowieso geen huismerk, omdat hij dus echt een hele scherpe smaak heeft. Nou, niet scherp, maar een hele duidelijke smaak. Dus hij is sowieso van Doritos. Volgens mij is dit 4. Ja, ik zit nu wel een beetje te twijfelen, want hij is best wel zoet. En volgens mij was die sizzling salsa wat pittiger. Dus ik denk dat dit dan de puur paprika is. Volgens mij heet die zo. Die paarse zak tenminste. Maar die had ik net ook al gezegd. Bij de tweede volgens mij. Maar ik weet bijna wel zeker dat dit diegene is. Omdat die best wel zoet is en een hele heftige smaak heeft. Dus ja, dan verander ik het gewoon even. Dan moet ik gewoon 2 blaadjes terug, want die vorige had ik die wat zoetere, die lichtblauwe. Als het goed is, is dit hem dan. Schrijf gewoon voor de zekerheid weer het getal op. Dat was de tweede. En dan doe ik deze sizzling salsa, omdat deze wat scherper was dan die ik net had. Het is eerlijk gezegd best wel lastig, omdat die van Doritos, die echt die heftige smaken, best wel op elkaar lijken, vind ik. Maar nu gaan we naar 5. Oh my god. Ja, ik doe deze wel. Even weer wat drinken. Dit is nummer 5. Dit is roulette. Sowieso, dit is zo'n pittige van roulette. Deze weet ik zeker, schrijf het gelijk op. Geen twijfel mogelijk, want dit is niet eens de cheese in die zak, maar dit is echt zo'n pittige. Hij is niet heel vies of zo, maar ik zou hem voor mijn plezier niet kopen. Nu nummer 6. Dat is deze. Het is best lastig, want ik wil hem wel goed in mijn mond stoppen. Anders ziet hij dat er ook zo dom uit. Ah. Dit is best wel lastig. Dit kan of huismerk zijn, of de naturel van Doritos. Maar hij is niet zo knapperig. Dus ik denk dat het gewoon de naturel is van Doritos. Ja, deze vind ik best wel moeilijk. Want hij heeft wel echt een maïsige smaak. Dus dat hebben vaak huismerken ook wel. Maar ik heb toch het gevoel dat dit wel van Doritos is. 7 alweer. Oh, hier. Dit is hem nu. Ik ben benieuwd of die lekker is. Ik heb tenminste de pittigste al gehad, die roulette. Dit is sowieso van Doritos. En ik denk dat het de zwarte zak is. Dat is iets met puntje puntje chili volgens mij. Nou, het is de zwarte zak denk ik. Maar hij heeft wel dus weer een hele duidelijke smaak. Dus het is geen nep huismerk. Doe gewoon zwart. En dan, het is iets met chili, dacht ik. Dus dat schrijf ik gewoon op, zwart chili. Ja. Het is zo lastig, hè? Dit is hem nu weer. Dit is huismerk. Volgens mij moest ik nog één omslaan. Nummer 8. Sowieso is dit huismerk, schrijf ik al van stop. En dan denk ik dat het nacho cheese is. Ik weet niet, het is niet echt een
naturel smaak. Ja, ook wel weer aan de ene kant een beetje, maar ik denk, ik heb hier niet echt uitleg voor. Het is denk ik nacho cheese. Maar sowieso is het huismerk, dat weet ik zeker. Maar welke van de vier? Ik denk nacho cheese. Dit is de volgende, denk ik, als ik het goede papiertje heb gepakt. Dit is sowieso weer huismerk. Maar welk huismerk dit is, dat weet ik niet. Even denken, welke heb ik nog over van het huismerk? Volgens mij heb ik nacho cheese al gehad. Ja, die sowieso, die heb ik net gehad. En welke zijn er dan nog meer? Ik weet niet welke ik nog meer heb. Ja, naturel, maar... Ja, er zit niet echt een duidelijke smaak aan. Volgens mij had ik naturel ook al gehad, maar dat weet ik niet zeker. Nou, ik doe gewoon huismerk naturel, want anders weet ik het niet. Nou ja, ik hoop dat het goed is. Want ik weet eigenlijk niet echt meer welke huismerk ik had gekocht. Alleen nacho cheese en naturel. Deze heb ik nu. Deze heeft wel een duidelijke smaak. En toch is die best wel knapperig. Oh, dit is lastig. Ik weet niet of dit wel of geen huismerk is. Want aan de ene kant is die knapperig. Maar deze heeft wel weer een best duidelijke smaak, vind ik. Ja, het zou ook wel toevallig zijn als ik zo vaak huismerk achter elkaar heb. Dus sweet chili of zo volgens mij. Oh, die was ook in het huismerk. Oh ja, die was er ook nog. Oké, dan zou het vast wel die huismerk sweet chili zijn. Want zo duidelijk is de smaak ook weer niet. Maar je kan wel echt proeven dat er een smaak aan zit. Alleen hij is wel heel knapperig. Dus ik ga toch voor een huismerk. En volgens mij had ik een huismerk sweet chili. Dus dan zou het die wel zijn. Volgens mij is mijn drinken ook al op. Want hij voelt niet meer zo heel zwaar. Volgende. Ah, hier. Dit is de volgende. Dit is de echte nacho cheese. Dat weet ik zeker. Want wij hebben namelijk thuis ook altijd nacho cheese. Dus ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat ik deze goed heb. Het is echt geen huismerk dit. En ik weet gewoon zeker dat het nacho cheese is. Ik heb hem zo vaak gehad. Door naar de volgende. Oh, ik weet niet waar ze liggen. Heb ik alles al? Oh nee, hier is nog iets. Nu heb ik deze dan. Volgens mij ben ik er ook al wel bijna doorheen. Dit is sowieso Doritos, want hij heeft echt een hele specifieke smaak. Maar welke is het? Wel, ja, ik zit een beetje te denken, wat heb ik nog niet gehad? Deze smaakt op zich nog best wel scherp. Dus het, nou, het is sowieso geen naturel of zo. Het heeft wel echt een smaak. Oh, deze vind ik best moeilijk. Volgens mij is dit een zwarte zak. Maar die heb ik ook volgens mij wel een paar keer genoemd. Ja, nou dan heb ik maar een paar foto's. Maar ik denk dat dit een zwarte is. Want ik weet anders niet welke het is. Het is sowieso geen roulette of sizzling salsa. Dat weet ik wel zeker. Die smaken toch wel wat anders. Ja, het is een beetje een combinatie van die twee, vind ik. Denk ik tenminste. Dit is zwart. Ik ga gewoon voor zwart. Zwart. Hoe heet die? Chili, nog iets.
chili pepper volgens mij. Ik vond hem best lekker, dus wel voor herhaling vatbaar vind ik. Even kijken of er nog één is. Volgens mij was dit helemaal leeg. Ja. Dan ging het best wel snel vind ik. Even melk omgooien. Ja, volgens mij is dit mijn melk. Oh, dan heb ik denk ik alles. Ja. Nou, dan kan mijn blinddoek af. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb gedaan. Ik ben best benieuwd. Volgens mij was dit mijn eerste. En dit is huismerk en dan die lichtblauwe zak. En ik had huismerk naturel. Maar dat is hem dus niet. Dus de eerste heb ik al fout. Het gaat weer lekker. Kruistentor, dat was hem niet. Begint al lekker goed. Dit was dan mijn tweede. En dit was Sizzling Salsa smaak A. En dat is dan de groene zak in plaats van de witte zak waar een A op stond. En ik had eerst die paprika in die paarse zak. Maar ik heb later toch veranderd in Sizzling Salsa smaak A groen. En als derde had ik die lichtblauw cool nog wat. En hier staat ook die lichtblauw cool American. Dus die had ik weer gewoon goed in de lichtblauwe zak. Krulletje bij. Volgende. Het gaat nu 2 goed, 1 fout. Dus aardig goed vind ik. Nummer 4 was de paarse zak. En die heb ik inderdaad goed. Die paprika paars. Wat ik dus eerst dacht dat het 2 was. En toen ik deze kreeg dacht ik van... Oh nee, dit is denk ik die zoetere paprika. Dus weer goed. Het gaat nu wel goed. De eerste was fout, maar daarna gaat het blijkbaar dus steeds beter. Oh, hierna heb ik gewoon 1 papiertje overgeslagen. Want er staat gewoon letterlijk niks op. Volgende. Ah, dat was de roulette, weet ik eigenlijk ook wel zeker. Ja. Roulette in de rode zak. Nummer 6. Bij 6 heb ik naturel en dan niet van huismerk, maar gewoon van Doritos. En dat is ook naturel, de gele zak. Dus ik heb hem weer goed. Nu heb ik nog maar 1 fout, terwijl het dus eigenlijk best wel slecht begon. 7 staat hier de zwarte, die chili, nog iets. Oh, volgens mij heb ik die fout. Als ze goed liggen heb ik een fout. Dit was die barbecue stijl, de paarsrode zak. Ja, is een beetje paarsig, donkerrood, dus... Ai, nee, die heb ik er fout. Kruis erdoor. Op zich heb ik nog best wel veel goed, vind ik over het algemeen. Nu heb ik dus gewoon 2 fout van de 7. Het valt denk ik wel erg mee. Nummer 8. Nacho cheese huismerk. De oranje zak. En die heb ik ook gewoon opgeschreven. Dus ik heb deze weer goed. Het gaat best wel lekker denk ik. Nummer 9. Even kijken. Alweer een papiertje overgeslagen. Maar wat wil je ook? Ik had een blinddoek op. Daar kan ik niks aan doen. Nou, dan had ik weer huismerk naturel. Ja. Weer goed. Huismerk naturel. Maar ik heb hier per ongeluk ook de 10 bij opgeschreven. Dus toen was ik vergeten om om te slaan. Maar ik kon niks zien. Dus neem me niet kwalijk. Ik had bij 10 de Sweet Chili huismerk. En ik denk dat die ook goed is. De groene zak is dat. Huismerk Sweet Chili. Nummer 11. Ik had nacho cheese. En dat weet ik wel zeker omdat ik die dus best wel vaak heb. Het is ook gewoon goed. Nacho cheese, de oranje zak en geen huismerk. Want het was gewoon heel duidelijk die smaak. En bij 12 heb ik hier ook bij opgeschreven, want weer vergeten om te slaan. Daar had ik zwart chili pepper. Ja, ik vind dat ik hem goed heb, want hier staat sweet chili pepper en dan de zwarte zak. Alleen ik heb gewoon chili pepper opgeschreven. Ik weet niet of ik het woordje sweet wel in mijn hoofd had. Maar ik heb hem in ieder geval er niet bij geschreven. Ik ga nu even tellen hoeveel ik fout had. Want volgens mij waren dat er maar 3. En dat vind ik zelf eerlijk gezegd best wel goed voor mezelf. De eerste had ik fout. Nou, hier ging het best wel goed.
De zevende had ik fout. Dat was dus niet de zwart chili. Oh, heb ik maar twee fout? Ik dacht dat ik meer fout had. Oh, wat knap. Ik heb er gewoon maar twee fout van de 12. Oh, hier ben ik best wel blij mee. Ik vind dat ik het vet goed heb gedaan. Maar dit was de video alweer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe dan allemaal even een blauw duimpje omhoog. En abonneren zou ook zeker leuk zijn. En als jij nog een paar leuke ideeën hebt, zet ze dan vooral even beneden in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!